pro-Socratisch vraaggesprek nooit in de praktijk. Die vraag stelde ik mezelf eigenlijk ook, zeg maar, gaandeweg, zeg maar, de middag. Maar op een gegeven moment dan valt het kwartje wel, zeg maar, vooral als je dan met die oefeningen aan de gang gaat. Dat er wel degelijk een plek is, zeg maar, voor deze gesprekstechnieken. Want ja, onbewust hebben we toch ontzettend veel aannames. En als je al die aannames toch weet te pellen, en moet je ontdoen van, zeg maar, de schulden omheen, zoals het in de evaluatie naar voren kwam. Dan kom je wel tot de kern en zeg maar tot hetgene wat het eigenlijk waar het echt om gaat. En dat kun je gebruiken in de patiëntenzorg, maar dat kun je ook gebruiken, zeg maar, bij de gesprekken met de medewerker. Om te kijken naar wat het echt om gaat.